Ja, dat is waarvoor ik hier in de Tour ben. Hè. En dit zijn natuurlijk de etappes waar Jonas het verschil kan maken. En ja, dan is het belangrijk dat ik er dan ben voor Jonas. En ja, dat werkte perfect. Vandaag een hele slechte dag voor Pogacar. Wat, ja. Hoe kregen jullie dat mee? Wanneer zagen jullie dat voor het eerst? Op een gegeven moment toen die... Ja, toen hoorde ik in het oortje dat hij aan het lossen was. En ja, dat is natuurlijk het moment dat wij extra tempo moeten zetten en het gat zo groot mogelijk zien te maken. En dat is goed gelukt. Je sprong nog een tijdje mee, al vroeg in de etappe. Heb je ook nog 1 seconde zelf gedacht van deze rit kan ook wel eens mijn kant opvallen? Ja, maar dat voelde ik al snel dat ik per se die benen niet had. Het is steeds een beetje last van de valpartij. Ik voel me niet super super. En, dat doet er nu niet toe. En het is gewoon super om deel uit te maken van deze ploeg. 7 minuten is het verschil op Pogacar. Wie had dat 2 dagen geleden gedacht, hè? Ja, niet normaal. Ja, je ziet gewoon dat de slijtageslag deze Tour is. En wat we precies zo hadden gepland is ook gelukt. Dus super. Hoe was dat? Wat is er gisteren allemaal veranderd? Ja. Sorry. Ik heb nog 1 vraag voor jou, Wilco. Wat is er gisteren allemaal veranderd? Hè? Wat is allemaal gebeurd in het team nadat jullie Pogacar al op achterstand konden rijden? Wat is er gisteren in het team allemaal gebeurd toen jullie al zagen dat jullie Pogacar op achterstand konden rijden? Ja, gewoon wat ik zei, de slijtageslag in de Tour. We rijden elke dag gewoon met een doel en een hard tempo wat goed is voor Jonas. En je ziet gewoon... Ja, dat Jonas op dit moment misschien in klasse beter is. En dat hebben we goed uitgespeeld. Tot gisteren wilde niemand hier zeggen dat dat geel is binnen. Hoe is dat nou vandaag? Nou, dat durf ik ook nog niet te zeggen. Er zijn nog zoveel etappes te gaan. Of zoveel. Natuurlijk nog een klein weekje en er kan nog van alles gebeuren, weet je wel. Dus we moeten gewoon gefocust blijven en doen wat we moeten doen. Komende etappes. En hopelijk het geel naar Parijs brengen. Dankjewel, Wilco.